Meer dan 2500 geallieerde schepen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd door Duitse U-boten, die allemaal vertrokken vanuit Zeebrugge en Oostende. Marinearcheoloog Thomas Termoten schreef een rijk geïllustreerd boek over dit onbekende aspect van de Grote Oorlog. Koop nu een gesigneerd exemplaar van Oorlog onder water in onze webshop. Surf naar www.actua.tv/shop.